dag schaatsende straatratten. Ik ben nog altijd Tim van der Mensbrugge en als jij geen enthousiasme voelt voor inlineskaten, dan zal ik je overtuigen van je ongelijk. Maar als jij zegt, inlineskaten is gevaarlijk, dan knik ik bevestigend. Jij hebt gelijk, dat is gevaarlijk. Precies daarom moet je leren inlineskaten, zodat het minder gevaarlijk wordt als er ooit wielen onder je voeten groeien. Iets niet kunnen is riskanter dan iets wel kunnen. Daarom deze video over de gevaren van de stad en hoe dat er daarmee omgaat. Les 1 leert een T-stop of drijkstop. Jongens en meisjes, ik kan dit niet genoeg herhalen. Waag je niet in het verkeer als je de T-stop niet kunt. Dat is niet eens moeilijk. Je moet gewoon op één been kunnen rollen. Daarna laat je je achterste voet over de grond slepen. Voilà, zo ziet dat eruit. Meer is er niet aan. Maar ik geef toe, ik heb er zelf ook vrij lang op moeten oefenen. Nu kan ik de T-stop langs twee kanten, zodat de wielen van mijn beide skates gelijkmatig afslijten. De bedoeling van dit filmpje is dat ik u meepak op een tocht door Gent, van het Sint-Pieterstation naar het Grovekasteel. Onderweg geef ik u wat tips zodat u de stedelijke obstakels kunt negociëren zonder dat u benen breekt, uw voorhoofd kneust of uw ellebogen verbrijzelt. Gevaar nummer 1. Tramsporen. In Genk nemen die talloze fietsers te grazen. Voor inlineskaters zijn ze nog verraderlijker. Niet alleen moet je soms tussen die rails laveren, je moet ze dikwijls ook kruisen. Dat is redelijk tricky met relatief kleine wieltjes. Je zou maar een keer vast moeten komen te zitten met je voorste wiel, je evenwicht verliezen en met je tanden op het asfalt landen. Vrolijke woorden daar niet van. Maar dus, hoe pakt je dat aan? Ah wel. Daarvoor bestaat de scissorpositie. Die komt erop neer dat de ene voet voor de andere plaatst. Je zorgt er ook voor dat het steunt op je hielen en niet op je tenen. Het voelt alsof dat je tenen een klein beetje omhoog steekt, pakweg een millimeter. Zodra dat met je voorste wieltjes over zo'n tramspoor zijt gerold, zijt je safe. Dan gaat je niet meer vast komen te zitten. Weer een paar afwisselende T-stops om snelheid te verliezen, want ik nader een kruispunt. Vlieg nooit zomaar in volle vaart op een kruispunt. Er is niets stoers aan niet kunnen remmen. Als je geen controle hebt over je snelheid, word je gewoon je eigen verkeersslachtoffer. En hop, ik spring er zomaar over een mangat. Met de scissor kunnen daar ook gewoon overrollen. Maar ik had goest in een sprongske. En nu de meest dodelijke hindernis voor inlineskaters. Een helling. Voor de fun rol ik er even achteruit. Maar in een stedelijke omgeving is achteruit van een helling rollen geen slim idee. Je gaat beter voorwaarts naar beneden. Het liefst met parallel turns. Voor een tutorial daarvoor verwijs ik graag naar Asha Kirby. Alweer heb je daarbij de scissor nodig. En dan is het simpel. Als je naar rechts draait, leid je rechtervoet. Neemt je een bocht naar links, dan komt je linkervoet eerst. Zo neem je veilig scherpe bochten. En zo tempert je snelheid als je afdaalt. Heb je de dag gezien? Dat was iets tussen een lunge turn en een powerstop. Ik verwijs alweer naar Asha Kirby voor het verschil. Zorg in ieder geval dat de manier net om onmiddellijk tot stilstand te komen als het nodig is. De T-stop is superhandig, maar je hebt er plaats voor nodig. Bij een lunge turn of powerstop kun je veel preciezer bepalen waar dat je traject eindigt. Oefen daarop, want anders gaat dat ooit keer onder een auto belanden en dan zal een naam je leven niet redden. Maak er trouwens een gewoonte van om regelmatig op één been te rollen. Dat is een zeer essentiële basisvaardigheid voor veel andere technieken die u heel uit door het stadsverkeer helpen.
Vrienden zijn geen echte kasseien, maar die stenen zijn evenmin een plezier om over te rollen. Het geheel is een oneffen oppervlak dat ook nog een keer vol ambetante voegen zit. Dat ik daar even struikelde was omdat ik niet in een scissorpositie rolde. Al mijn gewicht steunde op mijn linkervoet en die kwam klem te zitten. Waarom ben ik dan niet gevallen? Omdat mijn rechtervoet meteen overnam. Vandaar dus dat ik moet oefenen om op één been te rollen. Je hebt dan altijd een reservebeen. Kleine tip, probeer zeker nooit op één been over tramspoor te rollen. Dan is je volgende halte altijd ziekenhuis. Vertrouw op de scissor. Soms moet je niet zomaar over, maar tussen tramsporen rollen. Zoals dat ik dat hier doe, doe ik dat eigenlijk niet goed. Het is te zeggen, ben te braaf. Ik beperk me tot strookjes asfalt tussen de goot en het meest rechtse spoor. Oké, zo ga ik niet in een tramspoor vastkomen te zitten, maar je ziet ook dat ik geen flow heb. Ik ga precies niet meer vooruit en mijn bewegingen zijn houterig. Zobiet ga ik je tonen wat je daaraan kunt doen. Maar eerst gaan we een keer een middeleeuwse burcht bewonderen. Tegenwoordig moeten ook inlineskaters een mondmasker opzetten in het centrum van Gent. Dan doen we dat gewoon, hè. Voilà, schoon spel weer. Terug naar de tramsporen. Zoals dat ik daar juist al zei, op één smal strookje skaten werkt niet zo vrij goed. In het midden van de baan heb je dan weer wel alle ruimte voor je strijd. Alleen zijn de gekloten als er auto's willen passeren. Hoe lost je dat op? Ah wel, mee overstapjes. Crossovers. Daar zit magie in. Kijk maar. Met crossovers gaat het snel en tegelijk maakt de vloeiende bewegingen. Toch zitten hier rap vast in een tramspoor, want de tramspoor is de leidraad voor je overstapjes. Mijn ene voet gaat dus over de andere, zodat ik mijn tweede been wijd over het spoor kan zwieren. Vervolgens doe ik weer een overstapje en kan ik mijn andere been wijd over het spoor zwieren. Dat werkt verschrikkelijk goed. Ik raad je wel af om je eerste overstapjes te oefenen op een tramspoor. Begin met een ondiep grappelken of zo. Valassie, ik hoop dat er iets aan het gat. Zo ja, dan moet je op like of subscribe klikken. Ik ben u dankbaar. Ik zal dan nog wat filmpjes produceren. Salutjes, yo.